Zo, hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van Shockwave Metaaldetectie. Heerlijk, ik kan hier zo van genieten, ik kan het blijven zeggen, maar we zijn weer in het bos. Heerlijk tussen de bomen, je ruikt het. Het voorjaar zit in de lucht, zoals je ziet op mijn gezicht. Schijnt het zonnetje lekker, het is windstil, het is prachtig weer. Zoeken met de WSS Master en de 22 centimeter spoel. Lekker licht tussen alle takjes en bladeren en bomen. Lekker zoeken. Het schijnt dat hier heel veel oefenpatronen liggen. Dus daar zullen we tussendoor moeten zoeken. Of die nemen we voor lief. En dan gaan we kijken wat mensen hier in de loop der tijd hebben laten vallen. En wat we hier kunnen vinden. En na een heleboel hulzen, oefenpatronen en gewone hulzen gevonden te hebben en scherven van granaten, heb ik dan mijn eerste echte leuke vondst. En dat is een 1 cent uit de gulden tijd. Hij is wat afgebrokkeld, maar je ziet nog netjes de 1 erop staan. En dus de eerste leuke vondst voor vandaag voor mij is een muntje. Dus dat belooft hopelijk wat goeds. Nou, het is waar wat we gehoord hebben, dat het hier vol ligt met oefenpatronen. Net kwamen zelfs een groep oefenende militairen tegen. Die zeiden ons heel vriendelijk gedag, dat is wel grappig. Maar overigens, volgens mij heb ik dat helemaal nog niet gezegd, ik ben met Itze en Annemiek aan het zoeken. Link naar hun YouTube kanaal en waarschijnlijk de video van vandaag zal in de beschrijving staan. Maar zoveel oefenpatronen en hulzen hebben we vandaag gevonden al. En na die cent is dit het eerstvolgende leuke. Niet oud, wel grappig. Een hondenpenning van de uitlaatservice. Bruno & Co. uitlaatservice. Ja, kwam binnen op 94. Dus ik dacht, nou, misschien een oude Rijksdaalder, zilveren Rijksdaalder, maar helaas. Maar een hondenpenninkje. Nou, terwijl Annemiek hier er een superdik magazijn uit trekt van een MP40 of standgun of iets dergelijks, vind ik hier een hele dikke kogel, schutterijkogel. Echt een hele dikke unit dit. Maar ja, tegen het magazijn kom ik niet meer op met dit kogeltje. Maar ja, is wel leuk. Oude vondst. Nou, we vinden hier werkelijk waar de ene huls na de andere. Ook wel kogels van de schutterij en musketkogels, die hebben we ook gevonden. Dan heb ik hier eindelijk weer iets waarvan ik denk dat zou wel eens wat kunnen zijn. En we denken dat het een onderdeel van een ontsteker is. Van een granaat of een mortier of iets. Vooral de militaria zoekers onder ons die mijn video's kijken. Laat vooral even weten wat het is. Er staat een serienummer op. En wij denken dat het een onderdeel van een ontsteker is. Veel mensen vragen mij waarom ik met een camera film en niet met mijn telefoon. Nou, ik ga nu het verschil laten zien. Dit is het beeld van mijn telefoon, wat jullie nu zien in beeld. En dan ga ik nu laten zien wat mijn camera ziet. En dan zie je toch wel een duidelijk verschil. Een aanzienlijk verschil. En je moet ervan houden. Sommige mensen denken, ik vind het helemaal prima hoe mijn telefoon filmt. En zo ga ik lekker door. Ik leg voor mezelf de lat ietsje hoger en ik film op deze manier. En hier kreeg ik een mooi ijzersignaal, dus ik dacht van misschien heb ik ook een magazijn te pakken, net als Annemiek.
Maar helaas. Maar toch is het wel een leuke vondst. Een oude bijl. Er zit nog een stuk hout in. En ik zit te twijfelen om deze thuis schoon te gaan maken. Elektrolyse, dan misschien schuren. Kijken wat eronder vandaan komt. Leuk, een bijl. Ja, en het volgende. En ik heb geen idee wat het is. Het lijkt een soort framepje van iets. Geen gesp, denk ik, want daar is het te licht voor. Het is hol aan de achterkant. Maar ik heb geen idee wat dit zou kunnen zijn. Misschien een framepje ergens van. Het lijkt een soort van verguld te zijn. Maar het is koper. Ik weet het niet. Misschien dat een van jullie het herkent. Zeg het maar. Nou, ondertussen zijn we hier op een stuk aanbeland waar we eigenlijk alleen maar schutterijkogels vinden. En ik krijg hier een heel mooi signaal. En dan ga ik graven. En toen kwam er een, hoe heet dat? Zo'n patroon van, hoe heet dat spul? Jullie weten wat ik bedoel. Lachgas. Is dat het? Zou kunnen. Zo'n patroon kwam naar boven. En toen dacht ik, oh, dat was het. Totdat ik iets zilverkleurigs uit de aarde zag steken. En toen trok ik in één keer een horloge uit de grond. Ja, het is geen zilverhorloge, het is geen duur horloge. Het is een simpel kinderhorloge. Zilverkleurig, dus roestvrij staal. Achterop staat niks bijzonders, nee. Maar dit is wel leuk. Ja, eindelijk weer eens een leuke vondst. Een horloge, dat is lang geleden dat ik dat gevonden heb. Itse vindt ze meestal. En daar heb ik er eentje. Hartstikke idee. Leuk. We steken hier van het ene stukje bos over een kruispunt over naar een volgend stukje bos. En ik denk, ik probeer gewoon hier midden op het kruispunt. En dan krijg ik een leuk 82 signaal. Dus kwam er ineens een Engelse vlag tevoorschijn. En ik denk dat dit een hondenbotje is. Dus een hondenpenning. Oh wacht, achterop staat iets. Ah, oh, kijk eens. Dottie. Of Bottie. Wat is het? Bottie. Hondje heten. Of heet. Bottie, denk ik. Of Dottie. Ik ga toch voor Dottie. Ja, Dottie. En staat een telefoonnummer op. Oh, grappig. Zo'n hondenpenning had ik nog nooit gevonden. Van Dottie. Leuk. En de volgende vondst heeft ook met een hond te maken. Niet zo heel gek als hier heel veel honden worden uitgelaten. En dat is een hondenfluitje. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Want hij zit vol met aarde. Dus dan gaan we thuis even kijken, schoonmaken en kijken of hij nog werkt. Leuk, maar ik heb het idee dat er een onderdeel mist aan de onderkant. Maar goed, we zullen het zien. Leuk, kwam mooi glanzend de grond uit. Dus eventjes dacht ik, hey, wat is dit? Ja, toen zag ik dat het een hondenfluitje was. Maar ja, toch leuk om te vinden. Nou, dat was hem voor vandaag. Het dagje zoeken in het bos. Wat een prachtig weer hadden we vandaag. Door de bomen voelt het wind stil. Als je aan de rand van het bos kwam, dan voelde je wel de frisse wind. De frisse winterwind. Maar binnen in het bos, tussen de bomen, heerlijk. Met het zonnetje erbij, fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er behoorlijk uitgespeeld ben door Itse en Annemiek. Als jullie willen weten wat zij hebben gevonden, check dan even de link in de beschrijving voor hun YouTube-kanalen en de video's die zij hier hebben gefilmd. Maar ja, ik heb wel een leuk horloge gevonden en nog wat andere dingetjes. Dus heel slecht was het niet, maar zij hebben wel betere vondsten gevonden dan ik. Check hun video's om dat zelf te kunnen bepalen. We gaan weer lekker naar huis. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan even een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal voor meer van dit soort video's. En onthoud, een dag niet gezocht is een dag niks gevonden.